meteen hier naar boven. Warming up ronde. Thank you.
Jamel Essen opnieuw onderweg. De Honda wagen nummer 2 op de 9e positie. Dat zijn de auto's die nog in competitie zijn, dames en heren. Naar de opgave van de Peugeot, de opgave van de nummer 8. Tijdens wat uren voorsprong, dezelfde ronde, die wordt kleiner en tot minder dan 1 seconde. Van Buren en Fossi. Ja, dat is wat gesteugd aan de vorm. Attention, attention. Rosier, rattrapé par la. Voor Mika Morin in de Audi, die krijgt een warning flag. De laatste van uit de leiding. Over de strijd vooraan dan. Het is nog steeds de volgende. In de verlaat. Dan de tunnel over richting daar, volgens Andrea. Bonkenberg. À l'instant, toujours maître devant Maxime. Maxime est très très proche de l'autre. En Donc il revient Mika Morin. Et là, ça se trouve Mika Morin. Il dépasse de la pause. Là, ça va devenir plus un investissement, mais là, ça va devenir une sanction. Donc pour le moment il attaque très fort derrière la Golf, derrière l'Audi, pardon, il ne revient pas à la passer, mais attention aux limites de la piste. Voilà les militaires, 4 Jacques X, Minder toujours devant Max, Christophe Corti, on se tire, très bien, afdalen, richting de 4-0-4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 -
komt Sam de Jonge. Aanklappen rechts van vooraan. Drietal bij elkaar. Dat zou mooi zijn voor het verdere verloop van de wedstrijd. Maar we hebben nog een pitstopwindow. We hebben nog een pitstopwindow en dat is open. Pitstopwindow is open nu. Halverwege de wedstrijd moet er van rijder gewisseld worden. Van Buren aan de door. En dan stapt de jongen naar de tweede positie. Nu hier komt de... Ja, dat is een collectieve. Ja, Zit hij nu voor Mika Molin in de 66. Het wordt dan Sam van Oost. Sam die klaar staat in de pitlijn. Die zijn we pitstop alleen. Binnen wagen 64 in de pitlijn. Voilà, ja, ik ga het doen. Ja, dat is de man. Stan van Oort.